Amper 4 maanden geleden plopten de champagnekurken hier op het veld. Bloemendaal won voor de 21ste keer de landstitel. Vandaag slaan ze het seizoen af tegen HGC. Het foutje was dat van Doren, maar het herstel is hier van de enige nieuweling. Op het kopje Teun Beins. In het hart van de verdediging speelde een goede wedstrijd. Vandaag voor de ploeg van Rick Matthijssen. Het team to beat. De ploeg die aangevallen moet worden. Overleeft een aantal corners in de eerste helft. En komt uiteindelijk na een klein half uur op voorsprong. Een fraaie goal van Thierry Brinkman. Uiteraard was hij erbij in Tokio. Hier de mooie beweging van Brinkman. Die hem hard binnenramt. Achter Sam van der Ven, de keeper van HGC. Bloemendaal groeit in de wedstrijd. Hier Hiebedaal weggestuurd. Controleert, kijkt en vindt Bovendeert. En die gaat zelf de goal in. Maar de bal, en daar gaat het natuurlijk eigenlijk om, gaat naast. Bovendeert, hij kan wel tegen een stootje, kon gewoon verder. Dat zag ook Jeroen Delmee, de bondscoach, aanwezig op het kopje. En ongetwijfeld met zijn gedachten al bij de trainingsgroep die hij gaat samenstellen. HGC dan in het derde kwart. Met een kans. Kansje. Grote kansen kreeg de ploeg van Paul van As niet. Dat is een mogelijkheid op een gelijkmaker. Stijn van Heiningen. Hij tipt hem voorlangs aan de overkant. Zwaan met een corner en mooi. Een artistiek hoogstandje van de Duitser, de geroutineerde Duitser. In Bloemendaalse dienst, Florian Fuchs. Hij zorgde voor de 2-0. Beëindigde zijn interlandcarrière na de Olympische Spelen. Maar nog wel steeds actief en goud waard op het kopje. Zwaan dus die mocht slepen. En mooi afgemaakt daardoor Fuchs. Gebeurde na dik 3 kwartier spelen. De opdracht werd dus moeilijker voor HGC. Dat dus aardig begon, maar dat eigenlijk niet kon waarmaken. Hier een goede steal. Pelle Vos, oudspeler van Bloemendaal overigens. Hij zorgt ervoor dat HGC uiteindelijk de bal hier bij Tanaka kan brengen. Tanaka zorgt er dan wel voor dat HGC scoort. Het bleek echter de enige treffer te zijn van de wedstrijd voor de ploeg van Paul van As. Hij staat dus met lege handen. Bloemendaal wint in eigen huis. 2-1. Ze waren de verrassing van het vorige hoofdklasseizoen. De mannen van Den Bosch. Ze haalden de play-offs. Dat hadden we vooraf niet verwacht. En het wordt moeilijk voor Den Bosch om dat dit seizoen te herhalen in de sterker geworden hoofdklasse. Vandaag beginnen ze met een thuiswedstrijd tegen Oranje-Rood. En in de goal van Oranje-Rood zag men al een paar keer in actie komen. Deze nummer 26, Pirmin Blaak. De keeper van het Nederlands elftal. Hij heeft veel te doen tegen Den Bosch. Hier de corner van Smith. Weer gepakt door Blaak. Austin Smith, hij nog wel aan de Oosterplas waar veel geroutineerde spelers vertrokken. Oranje-Rood hier met Briels. Olympisch goud gewonnen met België, zich teruggeknokt in de Belgische ploeg. En hier zorgt voor de eerste goal van het seizoen van de Eindhovenaren. Briels na 22 minuten de voorsprong voor de ploeg van Robert van der Horst. Aan de overkant weer een corner voor Den Bosch. De bal blijft hangen en wonderbaarlijk genoeg naastgeveegd. Grote kans voor Den Bosch op die gelijkmaker. Goede mogelijkheid, maar Bijen kreeg hem er hier niet in. Hoek ook goed klein gemaakt, daar weer door Blaak. Dan krijgt Oranje-Rood ook kans op 2-0. Hier Galema. Die hem naast schiet. Ja, Jelle Galema vorig seizoen nog in dienst bij Den Bosch. Keerde terug bij Oranje-Rood, waar hij ook al eerder speelde. Zijn eerste wedstrijd dus gelijk tegenover zijn ploeg van vorig jaar. En hier Briels. Met de kans voor Oranje-Rood op de 2-0. Thomas Briels was daar heel dichtbij. Centimeterwerk, maar die bal moet natuurlijk gewoon hangen. En die misser kwam Oranje-Rood duur te staan. Want dit is Den Bosch. En Jair van der Horst die plots uithaalt. Een schot dat Blaak niet zag aankomen. De doelman van Oranje-Rood en Oranje capituleert dus toch. Van der Horst slaat toe en bezorgt zijn nieuwe club Den Bosch een punt tegen Oranje-Rood. Kampong in het blauw ontvangt Rotterdam. De eerste speeldag van de hoofdklasse gelijk een topper in Utrecht. Dit is de strafcorner van Jip Jansen. De rebound wordt van de lijn gehaald door Jochem Bakker. En zo levert deze strafcorner niets op voor Kampong, de ploeg van coach Roland Oldmans. Beide ploegen ontmoeten elkaar vorig jaar in de halve finale van de play-offs. Toen was Kampong 2 keer te sterk voor de Rotterdammers.
Dit is Bjorn Kellerman met een uitstekende actie over de achterlijn. Bal voorgegeven en Dirk de Wilder is er als een kippen bij de tweede paal om de 1-0 te scoren voor Kampong. Goede actie van Kellerman hier over de achterlijn. En dat afronden is uitstekend van de Wilder. Na 23 minuten leidt Kampong met 1-0. Dan moet Rotterdam iets terug doen. Hier een scrimmage situatie voor het doel van de Duitse doelman Kentman. Die dus hard vervangt in het doel bij Kampong. En dat levert Rotterdam een strafcorner op. Hier de corner en de push van Jeroen Hesberger. Maar een makkelijke prooi voor de doelman van Kampong. Hier nog een keer die push van Hesberger recht op de doelman af. Dan een harde bal in de cirkel. Lastig prooi voor de doelman van Rotterdam. Want we zijn inmiddels in de tweede helft beland. Maar toch een strafcorner voor Kampong. Want hier gaat de bal van Jip Jansen op een voet van een Rotterdamse verdediger. Jansen mag zelf die strafcorner nemen. Maar pusht die bal helemaal verkeerd. Raakt die bal niet goed. Krijgt er geen hoogte in, geen kracht ook. Dus een makkelijke prooi voor Timo Goor op de lijn bij Rotterdam. Dan weer Kampong, dat eigenlijk de hele wedstrijd beter was. Maar hier strandt op doelman Meijer, die daar een inzet van Guter prima pareert. Maar beide ploegen kwamen in het vierde kwart niet meer tot scoren. En dat betekent dus dat Kampong deze topper met 1-0 wint van Rotterdam. Klaar Zwitserland ontvangt op eigen veld Tilburg, hier in het wit, dat na 6 minuten spelen een strafcorner krijgt. En daar hebben ze een specialist voor aangetrokken, de Argentijn Tolini. Hij pusht de bal kiezelhard achter doelman Koen en Schaper. En zo leidt Tilburg na 6 minuten al met 1-0, dankzij Tolini. Dat is ook de ruststand in Den Haag. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Hier is de Argentijn Nicolas Kienen. Begint aan een solo. Gaat goed de cirkel binnen en pusht de bal achter doelman Van Berkel. En zo brengt hij KZ naast Tilburg. Eerste goal in de hoofdklasse ooit van Nicolas Kienen. Even later een strafcorner voor Klein Zwitserland. Aki Kepler, de Amerikaan, scoort de 2-1. Goeie push van Aki Kepler. 2-1 voor Klein Zwitserland. En Klein Zwitserland gaat door. Hier krijgen ze zelfs de kans op 3-1. Het is Marco Miltkau, de Duitser. Maar zijn inzet wordt gered door Van Berkel. Tikt die bal bekwaam over de lat. Maar even later wordt het toch 2-2, want Tilburg krijgt weer een strafcorner. En het is wederom Tolini die de bal achter Schaper pusht. En zo Tilburg naast Klein Zwitserland brengt. 2-2 dus. Dat allemaal in de tweede helft. Maar Klein Zwitserland toont veerkracht. En komt hier zelfs op 3-2. Het is Tim Brandt, een van de nieuwe Australiërs van Klein Zwitserland. Hij pusht de bal op Marco Miltkau. Die verlengt hem en passeert Van Berkel. En zo is het 3-2 voor Klein Zwitserland. Een paar minuten later is het Tom Craig, de andere Australiër. Op dit moment spelend voor Klein Zwitserland. Hij scoort de 4-2 voor de ploeg van coach Omar Slingerman. Maar in de slotfase dringt Tilburg aan. Het is nog 2 minuten te spelen met een strafcorner voor Tilburg. Bal wordt niet goed gestopt, wordt ingebracht. En uiteindelijk is het Michael Casella, de Argentijn, overgekomen van HGC, die de 4-3 scoort. En in de allerlaatste seconde krijgt Tilburg wederom een strafcorner. Het is Tolini die de bal inpusht. De bal wordt geblokt. Dan de rebound komt terecht bij Fabian Vertsu. Die scoort de gelijkmaker, denkt heel Tilburg. Maar de scheidsrechter beslist anders. Want hij vindt dat Vertsu de bal met zijn lichaam heeft gescoord en niet met zijn stick. Dus blijft het 4-3 voor Klein Zwitserland. Dat zijn eerste wedstrijd dus wint van Tilburg. Promovendus SCRC in het rood speelt zijn eerste wedstrijd in de hoofdklasse tegen Amsterdam. Dit is na ruim een kwartier spelen. De backhand wordt gescoord door Connor Empey. De eerste aanwinst van SCRC door de benen van doelman Joren Romein. Die overkwam van Kampong. En zo is het verrassend 1-0 voor SCRC in die openingsfase. Dan gaat Amsterdam natuurlijk iets terug doen via Mirko Pruijser, de nieuwe aanvoerder van Amsterdam. Maar zijn backhand gaat naast het doel van Oudekerke. En zo blijft het 1-0 voor SCRC allemaal in die eerste helft. Maar uiteindelijk krijgt Amsterdam een strafcorner, een paar minuten voor de rust. En is het Luc Dommershuizen met de benutte strafcorner. Dat betekent de gelijkmaker voor Amsterdam. Hier de push van Dommershuizen. Keeper Oudekerke is kansloos op zijn inzet. Maar SCRC komt op 2-1. Vlak voor rust, goede actie over de achterlijn. Dan is het Thijs van Pelt die SCRC op een 2-1 voorsprong zet.
Verrassend nog steeds. 2-1 dus voor SCRC. Dat is ook de ruststand in Bilthoven. Dan in de tweede helft moet Amsterdam natuurlijk weer even gas geven. Doet dat via Trent Mitten. Een van de drie Australische aanwinsten voor Amsterdam. De andere is Dawson en Lachlan Sharp. Hij komt pas over een paar weken naar Amsterdam. Maar hier is het Mitten met de gelijkmaker voor Amsterdam. 2-2 dus. Maar een paar minuten later krijgt SCRC wederom een strafcorner. Hier zien we dat. Een terechte strafcorner voor de ploeg uit Bilthoven. Achter de bal, Ties Klinkhamer. En hij scoort. Vorig seizoen speelde hij nog voor Amsterdam. Maar hij scoort nu de 3-2 voor de ploeg van coach Gilles van Hesteren. En kijken of SCRC dat kan volhouden. Maar 10 minuten voor tijd krijgt Amsterdam weer een strafcorner. Hier duidelijk de bal op een voet van een verdediger van SCRC. En is het Trent Mitten met zijn tweede van de middag. Hij scoort de gelijkmaker voor Amsterdam. En zo eindigt het duel toch wel verrassend tussen SCRC en Amsterdam in een 3-3 gelijkspel.